3, 2, 1. Uw moeder. Mondmaskers moeten vanaf nu. Breng de bevolking nodeloos in onrust. Blijf het grappig vinden. Het masker moet je neus en mond bedekken. Mondmasker goed aan te doen. Is dat verontrustend? I'm not a doctor. Ik kreeg een suggestie van een lingeriewinkel. Daar ben ik nu niet mee bezig. Al die coronamiserie. Het jeukt ook aan je oor. Dat is niet waar. Ze gaan er nog wel een paar jaar bij doen. Alle gekheid op een stokje. Kunnen buiten. I refuse. Dat is goed nieuws. Welkom bij De Preek. Mijn naam is Kaar en wij brengen enkel het beste nieuws. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Een show die u vroegtijdig waarschuwt voor gevaar dat al geweken is. De coronacrisis is gaan liggen en je mag terug naar buiten. Met mondmaskers tot over uw oren en onverzaakte vrees voor de onzichtbare Chinese vijand. Maar deze biologische oorlog is een globalistisch fenomeen. Daarom beginnen we voor ene keer met goed nieuws uit Albion. Het land is op weg om het ergst getroffen land in Europa te worden. Dat was niet wat ik bedoelde. Ik dacht dat we over BJ Johnson gingen spreken. Hij heeft een week in het ziekenhuis gelegen met een coronabesmetting, maar is nu dus weer aan de slag. Deze troll krijgt je niet zo rap klein, ook al voelt hij het einde naderen. I believe we are coming now to the end. Maar we hebben nog trollen genoeg. Hoe zou het zijn in Amerika? New York heeft het hoogste aantal coronabesmettingen in de hele wereld. Dat is een mindere. Maar hoe zou het zijn in de andere 49 staten? Daar is er meer en meer protest tegen de lockdown. Amerikaantjes staan op hun vrijheid. En dus ook de vrijheid om... Vrijheid om ziek te worden. Maar hebben ze ook de vrijheid om anderen ziek te maken? Enfin, een president heeft corona al zo goed als opgelost. Apply light and heat to cure. Dat was niet zijn enige briljante idee. De president suggereerde inspuitingen met bleekwater. En dat is eigenlijk een beetje fake news. Hij heeft nooit het woord bleach gezegd. Het klonk eerder zo. And then I see the disinfectant, but it knocks it out in a minute. Is there a way we can do something like that? Luid op denken is nu niet per se slim, maar toch grotendeels onschuldig. By injection inside or almost a cleaning. Het klinkt stom, maar Chavel injecteren is niet volledig nutteloos. Dat heeft effect. Het is vooral een heel goede idiotentest. En het heeft gewerkt, want de idioten konden er niet over zwijgen. Onder geen beding mag je deze ontsmettingsmiddelen innemen. Dus je mag het wel nog gorgelen. Wie zijt jij feitelijk, Bjorn? Jij zijt geen dokter. Ik heb zelf een zoon die arts is. En mijn broer is agent. Maar we moeten door, want de mopjes gaan hun eigen niet tappen. Het is geen humor, het is tragiek. Dat is uw mening, Bjorn. Dan was er nog niet virusgerelateerd nieuws uit Venezuela. Daar is volgens president Maduro een poging tot staatsgreep verijdeld. Het waren kennelijk de Amerikanen. Maar Pompeo apostaba a este ataque y creía que con este ataque... Ik spreek geen Latino. De Verenigde Staten ontkennen dat ze ook maar iets te maken hebben met een poging tot staatsgreep. Wat moeten we nu geloven? Via het internet kun je drugs kopen, hackers huren, wapens vinden, dus ook huurlingen inschakelen. En dat is exact wat er gebeurd is. Zijn naam is Jordan Goudreau en hij deed het voor de views. 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Als we dit nu allemaal in acht nemen, dan vind ik het nog steeds spijtig dat de aanslag mislukt is. Dios nos libre y nos protege. Als volgende punt wil Tine ook nog over dit spreken. Homo's in Marokko. Oei oei, je wilt geen homo in Marokko zijn. Homoseksualiteit is strafbaar in Marokko en kan tot opsluiting leiden. En nu is er laatst een heksenjacht georganiseerd via sociale media. Duizenden duikelnichten werden plots geout en dat hadden ze allemaal te danken aan deze monsieur en madame. Tijdens een livestreaming vraagt ze aan haar honderdduizenden fans om populaire gay-apps te raadplegen. En natuurlijk is uitgekomen dat er veel meer homo's in Marokko zijn dan aanvankelijk gedacht. Wat volgt is een groot lek op sociale media van persoonlijke informatie van homomannen. En dan kloppen ze de tanden los uit uw bakkes. Mala woont intussen in Nederland, maar herinnert zich de dag van haar gedwongen outing als gisteren. Hij heeft letterlijk een baard. Maar dat is het punt niet. Het punt is dat Marokko misschien niet zo brutaal moet omspringen met onze anders geaarde medemensen. Want deze klopjacht zou wel eens in het paleis kunnen eindigen. Dit is Mohamed VI, koning van Marokko. Hij wordt graag gefotografeerd en hij is altijd goed gekleed. Misschien een beetje te goed, als je verstaat wat ik bedoel. Ik heb het voorgelegd aan mijn GBF en zij deelde mijn mening.
mening. Moest er nog twijfel bestaan, hier is hij te zien met zijn soyboy-possie. Dat is echt genoeg, denk ik. Dan gaan we nog een laatste stukje wereld beledigen. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is mogelijk ernstig ziek. Kim Jong-un is niet ziek. Het was een spelletje om zijn populariteit te testen en zijn politieke tegenstanders uit te schakelen. Het is wel goed fake news, want het zou gekund hebben. Die Oompa Loompa waggelt van het frietkot naar de oliebollen. Dat is wat deze beelden moeten bewijzen. Stel nu dat hij daar een lage drempel tegenkomt en hij valt en hij gaat dood van de honger, dan zou zijn zus het overnemen. Kim Yo-jong. Dan heeft Noord-Korea ook een vrouwelijke dictator. Het is te hopen dat zij wel goed Vlaams spreekt. Vanaf 10 mei zal elke gezin mensen onder dezelfde dak tot 4 mensen mogen ontvangen. Kwestie van de mensen aan iets anders te laten denken terwijl de autoritaire maatregelen geïnstalleerd worden, heeft ons eigen dictatoriaat een nieuwe regel bedacht. De regel van 4. Het is feitelijk heel simpel. We mogen 4 mensen bij ons thuis uitnodigen en bij dezelfde 4 mensen langsgaan. En dat werkt, zolang dat je over 2 gezinnen van 4 spreekt. Voor alles wat daarvan afwijkt, gaan we naar de alternatieve Koen Wouters. Stel dat 1 iemand uit een gezin van 4 op bezoek gaat bij een ander gezin van 4, dan wordt het echt ingewikkeld. Ik weet het nu nog niet en ik hoor nog steeds liever Clouseau. Daarom vroegen we het aan onze eigen epidemioloog. Dat je met 4 mensen samen in een bubbel moet blijven. Een bubbel, dat is een zeebel. Dat beschermt tegen niks. En die regel van 4, dat is precies een grote toegeving. Eerst nemen ze u alles af en dan geven ze uw mondjesmaat even iets terug. Maar wat is dat voor een zeber? Moesten de mensen nu een keer allemaal zeggen, neem mij ons. Het nazisme werd verslagen in 1945, het communisme is gevallen begin jaren 90. We moeten niet beginnen met de nieuwe dictatuur van de mondmaskertjes en de social distancing. Oh, ik ben zo bang. Oh. Misschien hadden we het beter aan een psycholoog gevraagd. Psychologen zijn blij met de keuze voor meer sociaal contact, want dat is even belangrijk als eten en drinken. Oei, nee, ik bedoelde een nutritionist. Alleszins, niemand gaat deze belachelijke regel naleven, maar gehoud dat best voor jezelf. Mag ik 's morgens schoolkinders nemen met 's middags? Weten ze dat maar niet? Nu gaan ze wel weten, neem maar, ze uit op tv. Jullie mogen een lastig telefoontje verwachten. Het is die fameuze contactopsporing. Ook al klinkt het als een datingsite, contactopsporing gaat u geen carnaal genot opleveren. Je zou eigenlijk best ver uit elkaar blijven. Want als je in contact bent geweest met iemand die ondertussen ziek geworden is, dan bellen ze u op. Een vast herkenbaar 02-nummer. En een vast telefoonnummer kan zeker niet gespoofd worden. Het is niet zo dat er een handleiding voor bestaat. Maar op een uur of 3 lukt het wel. Indien ze u toch geen tech-support of een krantenabonnement willen aansmeren, wat zullen die zogezegde speurders u dan vragen? Heb je langer dan een kwartier met iemand gesproken? Stond je dichter bij elkaar dan 1,5 meter? Dat zijn de vragen van een jaloers lief. En nu we het toch over liefde hebben, corona is geen SOA. Wat dan met de pubertjes die nu hun eerste kalverliefde kennen? Wat zegt je hen? Om 2 weken in isolatie te gaan. En vervolgens zou ze u zeggen dat 2 plus 2 gelijk is aan 5. Maar kom, het zou ook erger kunnen. Er was op een bepaald moment sprake van een app. De app op je telefoon registreert wanneer en hoe lang je in de buurt bent van anderen. En dat zou de dystopie net iets meer sci-fi maken. Maak u geen illusies. Als ze willen, zetten ze die spyware over het netwerk op uw gsm. Maar de regels van Inksok verkiezen dat de mensen er zelf om vragen. If it helps, then surely, yeah. En zo verdwijnen al onze persoonlijke vrijheden. Om zo de verspreiding van het virus in de hand te houden. Maar als je achter de façade kijkt, zeggen ze eigenlijk dit. Big Brother is watching you. 1984 was een waarschuwing, geen handleiding. En omdat het echte leven nu stil ligt, is de online wereld nu nog belangrijker dan anders. De hele tijd rikketikketik op mijn klavier. Om hun schooltaken te maken. Maar eigenlijk is het om te gamen. Hell yeah, gamergirls. Haal de Cheetos en Mountain Dew maar boven. VRT spreekt eindelijk over iets relevants. Op 100 jongeren zijn er 10 die een verslaving zouden kunnen ontwikkelen. Oké, boomer. 10 jongeren op 100 zouden een gameverslaving kunnen ontwikkelen. Zouden kunnen. Dat is futurum simplex. Voor simpele zielen, gelijk deze normie. Ik denk dat het voor ouders gewoon heel duidelijk is geworden van oei. Wat is het probleem, noob? Het ziet er heel passief uit. Iemand die uren in de zetel hangt. En thuis binge-watchen is eerder actief te noemen. Is dat een probleem? Kennelijk wel, Wim. Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs kregen de voorbije weken af en toe bezorgde ouders.
Kuipers aan de lijn. Gamen staat in hetzelfde lijstje als alcohol en drugs. En dat is waar. De WHO zei het ook al. Maar de waarheid is eigenlijk simpel. Zoals deze MLG Rocket League speler het u zegt. Je kunt er gemakkelijk mee stoppen. En je zult geen afkeekverschijnselen hebben. Dat we dit nog moeten horen is raar. Videogames bestaan al sinds de jaren 70, maar... Maar er is ook heel veel onwetendheid. Als je niet weet wat te spelen, kan ik u Resident Evil 2 aanraden. Of Plague Inc. Of Left 4 Dead. Of een van de talloze andere videogames die deze pandemie van mijlenver zagen aankomen. Als laatste punt wil ik het nog hierover hebben. Alle inwoners lopen met een mondmasker op straat. Hebt je het gehoord? Mondmasker. Nu 10 keer achter elkaar. Mondmasker. Het gaat toch ook al een tijdje mee, hè? Ik wil dus over mondmaskers spreken, want die zijn voortaan... Die zijn nu verplicht. Op de bus, in de winkel of in de rij bij de Action. Overal verandert ons straatbeeld naar het nieuwe normaal. Ik ben niet anders als je tegennamen, je hebt het niet gewoon weer prijs. En je hoeft u nu niet per se naar de winkel te spoeien, want... Er zijn nu een aantal gemeenten die ze gaan uitdelen aan hun inwoners. Ik weet niet hoe dat bij jullie gegaan is. Wij hebben een briefje in de bus gekregen dat we afwezig waren. Tijdens de quarantaine. Ik wil maar zeggen, je kunt niet rekenen op de politicus hun loze beloftes. Had die levering nu echt niet kunnen samenvallen met de datum waarop de mondmaskers verplicht worden? Goeie vraag, Goedele. En daar had dit volksongezond ministerken niet van terug. Het is een verkeerd gedacht dat eigenlijk een mondmasker uzelf beschermt. Hoe? Waarom dragen we ze dan? Ik bescherm jou, jij beschermt mij. Klinkt goed, Goedele. Maar wat doe ik dan met mijn hoestende buren? Voor het grote publiek is het belangrijk dat er een mondbedekking komt, in textiel bijvoorbeeld. We houden al kilometers afstand en we blijven jarenlang binnen. Wat gaat een mondmasker nu nog feitelijk helpen? Al die andere maatregelen, dat is ongeveer 90% of meer van het effect. Zo'n maskertje, dat gaat enkele procenten toevoegen. Je hoort het goed. Indien je een mondmasker draagt, is uw kans op corona minstens 90%. Dus uw oude gordijnen hebben toch nog een nut gevonden. Op de website www.maakjemondmasker.be staat een handleiding die goedgekeurd werd door de overheidsdienst Volksgezondheid. Helaas kunnen mannen niet naaien. Dat staat zo in de Bijbel. En de moderne vrouw is geëmancipeerd. Een mondmaskertje naaien, dat vind ik moeilijk. En geëmancipeerd wil niet zeggen geïnformeerd. Iets is beter dan niets. Je gaat mij niet wijsmaken dat u een dikke sjaal rond uw kop uw leven gaat redden. Je ziet er belachelijk uit en uw kop is aan het koken. Gelukkig zijn er nog andere manieren om aan zo'n mondmasker te geraken. Online, in China. In China, zegde. Dat is toevallig. Maar complotten terzijde hebben mondmaskers nog steeds weinig nut tegen een deeltje dat zo klein is dat er miljoenen in een druppel kunnen. Maar het is wel heel nuttig om het volk stil te houden. Soms zelfs letterlijk. En dat praten nu achter dat masker? Dat is niet zo leuk. Zo kun je geen subversieve gedachten meer verspreiden. En dit spraakgebrek is ook bekend bij de VRT. Tenminste, bij één iemand van de VRT. Het experiment in Vaux is geslaagd. We zijn hier in een van de armere buurten van Padova. Die maatregelen die zijn wel wat versoepeld. En ik mag denken dat dat soort mondmaskers voorbehouden was voor de zorgsector. De chirurgische en respiratoire maskers zijn nog steeds voorbehouden voor het medisch personeel. Ik wil er u ook op patent maken dat een overgroot deel van de bevolking verblind wordt door die mondmaskers. En dan heb ik het natuurlijk over zij die een bril dragen. De mist verdwijnt mee, samen met mondmasker. Geen miopen in de nieuwe wereldorde. En ook geen doven. Voor doven of slechthorenden hebben die mondmaskers ook een groot nadeel. Want ze kunnen niet meer lip lezen. De oplossing is heel simpel. Iedereen die met een doven wil spreken, draagt een maskertje met een vensterje in. Ja. Zo heel goed dat zoiets bestaat. Voor alle duidelijkheid, het is het meisje dat slechthorend is. Ik denk dat ze zelf wel weet wat ze aan het zeggen is. Het is haast onmogelijk om daar zonder mee te leven, denk ik, op dit moment. Hè? Het zal pas volledig mogelijk zijn als niemand nog een mondmasker draagt. Zijn mondmaskers nu nuttig? Ja, maar enkel als iedereen het draagt. En de overheid helpt voor geen meter. Ik kan ze maar uitdelen als ze hier op ons grondgebied zijn. Dus het volk zal het zelf oplossen met oude t-shirts en soutiens. En dat allemaal omdat de machthebbers na de krokusvakantie de terugkerende skiers niet getest hebben. Ook al was de uitbraak al meer dan een maand bekend. En China en de snoodaard Winnie de Pooh wisten er nog langer van. Vermoedelijk omdat zij dit biologisch wapen gelanceerd hebben met Boeing 747's. Ondertussen zitten we met de gebakken peren. Alles werd ons afgenomen in maart en beetje bij beetje krijgen we zeer beperkte vrijheden terug. Dank u wel, moeder Maggie. Dank je wel, mevrouw De Blok.
Kok. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Spreek geen kwaad over het dictatoriaat of was uw mond met chapel. 2. Gamen is nog steeds geen verslaving, maar ze zijn wel verboden in Marokko. 3. Contactopsporing klinkt gelijk die sms-shows op TMF. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit belabberd showke. Geef een duimpje omhoog als je zo ver zij kunnen raken en besmet uw vrienden met deze video. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met dit. 20 keer per dag mijn handen wassen, geen enkel probleem. Dit zal ook gepaard gaan met jeuk.